wel meer bomen. De bos is echt heel groot. Kijk, dat is het pad wat ik heb gelopen. Ik ben benieuwd of ik ook kabouters tegenkom eigenlijk. En nu zeg ik net, zal ik ook kabouters tegenkomen? En ik zie hier nou toch echt een blauwe puntmuts. Zal ik even kijken. Ja. Hey, dat is een mooie kabouter. Gemaakt van een boomstronk, zie je dat? Nou, ik loop weer verder om te kijken of ik nog meer kabouters tegenkom. Oh, dag meneer. Oh, u heeft een ernstig gezicht. Ernstig, ja. Hey, serieus, een kabouter is dit. Oh, kijk eens. Hij houdt de boel een beetje in de gaten, denk ik hier. Een soort wachter. Oh, wat valt daar nou? Er valt zomaar een dennenappel uit de boom. Kijk, hier. Viel zomaar uit de boom, zeg. Wow. Dit lijkt wel het tienkoppige monster, die tienkoppige draak die vrouwen Wendela probeerde te pakken. Oh, kijk, dit is wel een vriendelijke kabouter. Dag kabouter, hallo, je bent best wel een beetje vriendelijk. Ja, u ziet er wel lief uit. Een aardige kabouter. Oké, nou, het is wel een heel spannend poosje waar ik ben. Met al die kabouters. Ja, en toen ging ik het pad verder af. Het kronkelpad. Zie je dat? Een beetje slingerend paadje. Ja, en waar dat pad naartoe gaat, dat kunnen jullie zelf verzinnen. Ik ben heel benieuwd of je daar een hele mooie tekening van kunt maken. Van een bos met allemaal bomen. En dan met paden. En wat er aan het eind van dat pad dan is. Gebruik je fantasie. Alles is mogelijk in sprookjes.